Je hebt hem vast wel eens gezien. De documentaire Alive on Our Planet van David Attenborough, die te zien was op Netflix. Hij heeft het in de documentaire over de gevolgen van de klimaatcrisis en met name over de afname van biodiversiteit. En aan het eind van de documentaire heeft hij het ineens over Nederland, over ons. Want hij ziet dat in Nederland op weinig hectare heel veel groente wordt verbouwd. Hoe zit het met die oplossing die Attenborough aandraagt? En hoe zit het nou precies met de rol van de landbouw en met name de tuinbouw als we kijken naar de wereldwijde voedseltransitie waar we voor staan? Daar gaan we het over hebben vandaag. Ik zit hier aan tafel met Stijn Baan. Hij is werkzaam bij Koppert Kres. Het is een bedrijf opgericht door zijn vader dat microgreens maakt, als ik het goed zeg. Het zijn kleine eetbare planten en bloemen die ze maken in de kas. En wereldwijd verkopen aan 70.000 restaurants, normaal gesproken natuurlijk. En wereldwijd wordt er ook naar hun gekeken vanwege de vernieuwende technieken die ze gebruiken in hun kas. En ook aan tafel bij mij zit ecoloog Thomas Oudman. Hij is wetenschapsjournalist voor De Correspondent. En hij schreef een artikel waarin hij kritisch was over de oplossingen die Attenborough aandraagt in zijn documentaire. En waarin hij eigenlijk zegt dat is niet de oplossing, maar een verder probleem eigenlijk rondom de klimaatcrisis. Fijn, welkom dat jullie er allebei zijn. Even Stijn, om te beginnen. Ik las in de krant dat er heel veel last was van de sneeuw en de vorst in de tuinbouw. Hoe klopt, ja. Was het bij jullie? Wij zijn goed weggekomen. We hebben ook aardig wat kassen staan. Ook van verschillende generaties, dus wat ouderen en wat jongeren. Maar gelukkig staat alles. Maar we hebben wel tuiners in de buurt waar soms hele kassen zijn omgevallen. Dus dat is heftig om te zien. Ja. Maar jullie zitten dus nu eigenlijk vooral met de gevolgen van de coronacrisis natuurlijk. Ja, wij zitten in een iets langer durende crisis op het moment. Ja, vervelend om te horen natuurlijk. Hopen dat die restaurants weer snel overgaan. Thomas, aan de andere kant. Jij bent natuurlijk werkzaam voor De Correspondent. Je hebt het veel over voedsel. En ik was even benieuwd in aanloop naar de verkiezingen. Heb jij het idee dat dat thema een beetje op de politieke agenda staat momenteel? Ja, best wel. Ik heb ook het idee dat dat heel erg is toegenomen. Het klimaat is natuurlijk heel belangrijk nu. Voedsel heeft daar veel mee te maken. Ja. En we hebben ook nog een stikstofcrisis gehad. Of die hebben we nog steeds. Maar daar is veel ophef over geweest voordat corona uitbrak. Ja. En ik ben nu net alle partijprogramma's een beetje aan het bekijken. En daar staat heel veel in over landbouw. Ja, dus dat stemt jou wel gerust dat we er iets aan gaan doen. Nou, dat is natuurlijk heel goed dat we het daar allemaal over hebben. Zeker, ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook het thema van vandaag. En ik wil even zeggen, het is denk ik best bijzonder dat we vandaag met jullie twee aan tafel zitten. Jullie hebben elkaar nog nooit gesproken. Okay. En jullie zitten ook anders in de discussie. Kijk, we gaan allemaal de nuance in. Maar even stellig gezegd, om even de posities te zeggen, zeg jij natuurlijk van, goh, wij zijn een bedrijf dat koploper is in die hele voedseltransitie. En jij zegt, nou, die koploperspositie, ik zie er ook wel problemen in. Als ik het even zo... daar gaan we het allemaal nog veel genuanceerder over hebben, maar even om het neer te zetten. En toch zitten jullie vandaag bij elkaar aan tafel. Ik ben benieuwd voordat we het gesprek ingaan van wat zijn jullie verwachtingen van dit gesprek? Dus Thomas, waarom heb je toegezegd om aan dit gesprek mee te doen? Nou, ik vind het heel interessant om... het stuk wat ik over Attenborough heb geschreven was een column. Ja. En ik geloof dat de 1300 woorden waren wat een belachelijke lange lengte is voor een column. Ja. Maar alsnog kun je natuurlijk heel weinig in kwijt. Ja. En de glastuinbouw kwam er misschien niet goed vanaf. En ik sta ook achter wat ik heb geschreven. Maar het zou heel fijn zijn om daar meer over te horen en genuanceerde mening over te horen. Ja, en dus waar ben jij nieuwsgierig naar? Nou, ik ben natuurlijk nieuwsgierig naar hoe Stijn probeert de glastuinbouw duurzamer te maken. Ja. Ja. En dat weet je eigenlijk nu nog niet, als ik het zo zeg. Nou, ik heb natuurlijk wel daar dingen over gehoord. Maar goed, hij doet het zelf. Dus ik neem aan dat hij daar heel goed over kan vertellen. Oké. Okay. Ja. En Stijn, hoe zit het voor jou? Van wat hoop jij dat dit gesprek nou oplevert? Ik hoop een mooie discussie. Ik denk dat het belangrijk is. Ik denk dat de glastuinbouw moeite heeft om zich te vertegenwoordigen naar de wereld toe. Ook in Nederland, waar we het vaak over landbouw hebben, wordt de glastuinbouw vaak ondergeschoven. En dat is ook een van de dingen waar ik veel waarde aan hecht. Is dat we ook laten zien wat we doen daar achter dat glas. En dit is daar een mooi moment voor. Dus. Ja, ik heb de afgelopen jaar met best veel mensen uit de glastuinbouw gesproken. En elke keer hoor ik het verhaal terug van we hebben een imagoprobleem. Ja.
Wat is dan precies het? Ja, waar komt dat imagoprobleem vandaan? Want hoe kan het nou dat jullie niet goed kunnen vertellen wat jullie doen? Of wat voor verkeerd beeld heerst er dan? Ik denk het vertrekpunt waar we vandaan komen. Ik denk dat er een fase is geweest waarin de glastuinbouw heel erg op output was gefocust. En dat we helemaal niet keken naar de kosten die achter de productie zitten. CO2-uitstoten was niemand mee bezig. Fossiele brandstof in zijn eindeloze put. En hoe lang geleden hebben we het dan over, als je even zegt dat wisselt, lang geleden? Want ik denk dat er sectorgenoten zijn die nog steeds zo in de wedstrijd staan. Ja. Dat is... Ik praat hier niet namens de sector, ik praat hier namens mezelf. Ja. Maar ik denk dat er ook koplopers zijn. Ja. En ik zie mezelf als een van de koplopers, ik zie ons bedrijf als een van de koplopers. En daar wordt wel eens overheen gekeken. En ik denk dat niet is omdat Koppert Kres of Stijn Baan of Rob Baanen dat er al bescheiden is. Ik denk dat wij ook podium pakken om te vertellen wat we doen. Dat het vaak niet zo interessant is als een paar boeren die gaan protesteren bijvoorbeeld. Ja. Ja, want even gewoon omdat ik benieuwd ben. Thomas, ben jij wel eens in een kas geweest? Of kom jij wel eens in het Westland als je over voedsel schrijft? Ik kom niet vaak in het Westland. Ik ben wel eens in een kas geweest. Ja. Een tijdje geleden nog. Was niet in het Westland. Mijn vader werkte toevallig in de biologische gewasbescherming. Ja. En ook veel in kassen. Ja. Dus daar heb ik wel ervaring mee. En daar, daardoor ben ik ook wel eens in een kas geweest. Ja. Ja, en Stijn, jij zei net al een beetje van, boeren zijn interessanter. En om even een soort van die positie van die tuinbouw te hebben, van we hebben het vandaag specifiek over landbouw, of over de tuinbouw, maar ook iets breder natuurlijk over de Nederlandse voedselproductie en waar die wereldwijd staat en waar die naartoe zou moeten. Hoe verhoudt die tuinbouw zich nou tot de akkerbouw en de veeteelt? Voel je dan verwantschap van wij zitten in dezelfde sector, of zeg je nou dat is eigenlijk iets totaal anders, wij hebben er niks mee te maken? Ja, op persoonlijke titel denk ik dat het distancieer ik me eerder van de landbouw dan dat ik me daar een onderdeel van voel. Mijn vader is dit jaar uitgenoemd tot agrarisch ondernemer van het jaar. Nou, dan moet je het opnemen tegen boeren, tegen veeproductie. Ik zie dat als een hele andere tak van sport, ja. waar ik ook kritisch op ben. Ja. Dus ik denk dat de glastuinbouw anders is. De glastuinbouw is meer techniek die je kan inzetten, los van dat het een product is wat erachter zit. Ja, dus als er in de politiek wordt geroepen, de landbouw is verouderd, dan denk jij, wij zitten een hele andere tak van sport, dat gaat niet over ons. Ik voel me daar niet in aangesproken, nee. En dat komt ook, ik heb wat mogen reizen, en ik weet hoe het buitenland kijkt naar de glastuinbouw in Nederland, en hoe wij daarvoor geprezen worden voor wat wij doen. Dat vind ik veel belangrijker, dat we die techniek hebben, dat we die verduurzaamslag kunnen maken. En ja, er zijn, en wij hebben ze bij ons over de vloer gehad, ambassades, ministeries, mensen over de hele wereld kijken naar voedselproductie, dan kijk je naar Nederland. Kijk je naar Nederland, dan kijk je naar het Westland, want daar in de glastuinbouw wordt gewoon heel veel gedaan. Ja. En daar zijn een vijftal bedrijven waar de interesse op gefocust is, en dat zie ik een beetje als de koplopers. En ik denk dat daar hele mooie verhalen liggen. Ja, ja. De aanleiding voor dit gesprek, dat zei ik al een beetje in de intro, is een documentaire van David Attenborough, die heel veel bekeken is. Dus goed dat we daarover hebben. We gaan even een klein stukje ervan kijken, omdat we even voor degene die het nog niet gezien hebben, even schetsen wat David Attenborough op het eind van zijn documentaire als oplossingen aandraagt voor het voedselprobleem. Dus daar gaan we even naar kijken. When it comes to the land, we must radically reduce the area we used to farm so that we can make space for returning wilderness. And the quickest and most effective way to do that is for us to change our diet. If we all had a largely plant-based diet, we would need only half the land we use at the moment. And because we would be then dedicated to raising plants, we could increase the yield of this land substantially. The Netherlands is one of the world's most densely populated countries. It's covered with small family-run farms with no room for expansion. So Dutch farmers have become expert at getting the most out of every hectare. Increasingly, they're doing so sustainably.
raising yields tenfold in two generations, while at the same time using less water, fewer pesticides, less fertilizer, and emitting less carbon. Despite its size, the Netherlands is now the world's second largest exporter of food. It's entirely possible for us to apply both low-tech and high-tech solutions to produce much more food from much less land. We can start to produce food in new spaces. Indoors, within cities. As we improve our approach to farming, we'll start to reverse the land grab that we've been pursuing ever since we began to farm, which is essential because we have an urgent need for all that freed land. Ja, dat is natuurlijk een klein stukje uit de hele documentaire. Thomas, het is een documentaire die natuurlijk helemaal naar jouw hart is, in de zin van dat het over biodiversiteit gaat. Het gaat over klimaatverandering. En toch besloot jij, ik ga een stuk over deze docu-film. Ja, inderdaad. Ik vond het een prachtige film. En ook heeft ook indruk op me gemaakt. Als hij beelden laat zien van orang-oetangs bijvoorbeeld, die soort van in de laatst overgebleven boom daar nog zitten. Die gekapt zijn voor palmolieplantages. En ik snap ook heel goed dat hij op het laatst nog een positieve draai eraan wil geven, omdat het zo'n vreselijke boodschap is. Ja. En dat doet hij door een toekomst te schetsen. Ja. Maar toen schrok ik wel toen ik hoorde van de manier, toen ik de manier hoorde waarop hij dat deed. Want het beeld wat hij schetst, dat klopt niet. Dus We zien in deze documentaire beelden van futuristische glastuinbouw. Die misschien ook die sowieso ook ontzettend zijn best doet om duurzaam te zijn. Mm-hmm. Maar tegelijk zegt hij dat omdat Nederlanders zo goed zijn om zoveel voedsel uit zo weinig hectares te krijgen, ze de tweede voedselexporteur ter wereld zijn. Ja. Nou, dat is niet zo. Daar zijn andere redenen voor. En de belangrijkste is misschien wel handel. Dus wederuitvoer heet het met een mooi woord. Dus we importeren 30% van het voedsel. 30% van het voedsel wat wij exporteren, hebben we eerst geïmporteerd. Gewoon op dezelfde manier. Als een soort doorvoer. Dat is gewoon alleen maar. Ja, je hebt ook nog doorvoer. Doorvoer is als je niet eens importeert, dus als je het niet registreert. Ja. Maar dat doen we ook nog een heleboel. Maar dit is dat we het eerst importeren, dan verhandelen en dan weer exporteren. Ja. Nou goed, dat is al 30%. Dus als we dat niet hadden, zouden we al niet meer het tweede zijn. En dan is het ook nog zo dat die overige 70%, dat we daar heel veel grondstoffen voor uit het buitenland halen. Ja. Onder andere, ironisch genoeg, heel veel palmolie, waar het in de documentaire ook over gaat. Dus wij zijn een van de grootste, hoewel zo'n klein land zijn, een van de grootste importeurs van palmolie, wat Unilever gebruikt. Nou goed, dus dat is een van de trucs waarmee we dat doen. En de andere is fossiele brandstof. Dus als je kijkt naar onze landbouw in 1950 en je vergelijkt die nu, dan gebruiken wij nu meer dan 10 keer zoveel fossiele brandstof per calorie, zeg maar, aan voedsel die we produceren. Ja. Dat is natuurlijk ook allemaal fossiele brandstof die we importeren en die een heleboel biodiversiteitsverlies, waar Adam ooit over heeft, daar de oorzaak van is. En glastuinbouw, dus eigenlijk de enige vorm van landbouw waar hij het over heeft in Nederland, is geloof ik verantwoordelijk voor 4% van ons export. Dus dat is eigenlijk heel weinig. En wat ook nog zo is dat glastuinbouw heel veel energie verbruikt. Dus hij heeft het inderdaad over dat we weinig water verbruiken, steeds minder pesticiden, steeds minder kunstmest. En dat is allemaal prachtig, maar gebruikt wel ontzettend veel energie. 10% van al het gasverbruik in Nederland wordt nog steeds verbruikt door de glastuinbouw. Ja, dus jij zegt eigenlijk gewoon, er zitten gewoon fouten in die docu op het eind. Ja, het is veel te simplistisch hoe hij dat zegt. Ja. Ja. En jij hebt die docu ook gezien. Wat is jouw reactie op het beeld dat hij schetst? Klopt dat van de tuinbouw volgens jou? Nou ja, je
weet je, dit zijn beelden waar, waar ik als sector fanaat natuurlijk enthousiast van word. Zeker als het naar de buitenwereld gestuurd wordt, ja. Omdat we het zo belangrijk vinden. Maar ik heb al jarenlang de discussie waar mensen zeggen, Nederland is het tweede exportland van in voeding. Ik haal daar geen credits uit. Ik vind dat niet de meerwaarde die wij als glastuinbouwsector leveren. Nee. Ik denk dat wij, waar ons een positieve impact zit, is dat wij onze kennis ook verkopen aan het buitenland. En dat dezelfde techniek die wij in Nederland hebben, dat dat ook in andere landen toegepast wordt. Ja. En daar zit, denk ik, de impact in die wij kunnen hebben. En het moet niet dat het Westland groot wordt om maar heel Europa te voeden. Daar geloof ik niet in. Nee. Ik zie het meer als een techniek, een kenniscentrum die daarin groeiend is. Ja. En waar dus wel de oplossingen zijn. En waar je dus wel CO2-neutraal zonder brandstof kan gaan telen. Ja, want het gaat dus, jij zegt even om het samen te vatten, het gaat niet over die export. Attenborough had het vooral over die kennis moeten hebben. En dat invloedrijk kan zijn voor de rest van de wereld als we naar die voedseltransitie kijken. Ja, ik denk als je dan kijkt naar het pad dat de glastuinbouw doorgemaakt heeft, is dat vierkante meters werden duurder, arbeid werd duurder, energie werd duurder. Dus er is altijd een soort push geweest om te innoveren, ja. En beter te worden. Het is niet dat er nou allemaal wereldverbeteraars in die sector bezig zijn die denken, we gaan het beter doen. Nee, er zit een bepaalde gezonde druk op om dingen te verbeteren. Om meer opbrengst per vierkante meter te halen. Hetzelfde dat je in de landbouw ook ziet. Ja, en als je luistert naar Thomas en die zegt, maar het gaat vooral over het water is beter, de pesticiden zijn beter, maar die energie daar zit de crux, die is niet beter. Ja, dat zijn zulke discussies die zijn sowieso productafhankelijk, ja. Regioafhankelijk. Water in Nederland, er is geen schaarste. Maar mm-hmm. Ga naar Californië, dan is water een hot topic. Belangrijker dan energie. Dus dat verandert overal, die discussie. Ja. En ik denk dat glastuinbouw is techniek die je toepast om aan te passen aan de omgeving. Er zit, ja, een soort maakbaarheid in dat wij overal de wereld denken wij nu te kunnen gaan telen. Tot mm-hmm. in de extreme, de vertical farms in Dubai. Ja. Dat komt allemaal vanuit dat idee dat wij de natuur kunnen sturen daarin. Ja, maar dan energieprobleem is in Nederland wel groot natuurlijk. Ja, absoluut. Absoluut. En nogmaals, ik denk dat de sectorgenoten, dat is waar we nu staan. En dat is ook de historie die erachter zit. En dat is misschien ook, weet je, waar die nasmaak of dat imagoprobleem vandaan zit. Maar ondertussen zijn er heel veel mooie initiatieven van Karsten die dus wel duurzaam zijn. Waar je dus wel met geothermie je warmte kan opslaan voor de winter en weer kan gebruiken. En daar zijn heel veel mooie voorbeelden van. En die zou ik zo graag willen belichten. Ja, Thomas, hoe luister je naar? Want als je zijn verhaal hoort, dan zegt hij, ja, ik zie wel heel veel kansen in die sector om te verduurzamen. Ja. Zie jij die ook, die kansen? Sorry, maar het zijn voor mij geen kansen. Sorry, ja? Het is al duurzaam. Praktijkvoorbeelden. Ja, ja, maar dat gaat over jullie bedrijf sector, misschien. Maar ja, het is niet, ja, representatief voor die hele sector, toch? Nee, maar de techniek, die is er vandaag de dag. Ja, ja. En die techniek krijgt niet de aandacht die, mm-hmm, die het zou verdienen. Maar de techniek is er. Ja. Dan mis je beleid en dan mis je durf en dan mis je investeringskapitaal, noem het maar op. Ja. Maar de techniek is er al. Ja, die is er al. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben niet helemaal met Stijn eens dat die aandacht er niet, ik bedoel, er niet is. Dat David Attenborough het überhaupt al zegt, dus de betere reclame bestaat er niet in de wereld. Er zijn weinig films die zo goed bekeken zijn. En als ik ook bijvoorbeeld in de partijprogramma's kijk, dan komt de glastuinbouw er ook hartstikke goed vanaf. Er is bijna geen politicus die daar vanaf wil. Mm-hmm. Dus wat mij betreft, als ik dat zo zie, zit het met de PR van de glastuinbouw eigenlijk hartstikke goed. Ja. Daarbij vind ik het ook fantastisch als mensen proberen hun carrière inzetten om te proberen dat te verduurzamen. En de verduurzaming die er nu gebeurt, dat is natuurlijk ook fantastisch. Maar tegelijkertijd, het punt waar we nu zijn in de glastuinbouw is, mm-hmm, is gewoon nog niet duurzaam. Dus als je kijkt naar de glastuinbouw in zijn geheel, hè, ik kan me voorstellen dat jullie het bijvoorbeeld ook beter doen, omdat jullie een hoogkwalitatief product produceren. Het gemiddelde teler van goedkope tomaten, dat op dit moment een stuk lastiger is. Dat is misschien de reden, weet ik niet hoor, waarom die op dit moment nog niet zo duurzaam zijn. Het is daarbij natuurlijk zo dat biodiversiteit gaat heel erg hard achteruit in Nederland. En we moeten nu wat aan klimaatverandering doen. Dus natuurlijk moeten we innoveren. En het is fantastisch als daar onderzoek naar gedaan wordt en als we oplossingen zoeken. Maar die oplossing is er nu nog niet voor om al onze bulkproducten te produceren.
Dus op dit moment, als ik zeg maar, hoe gaan we voldoen aan het klimaatakkoord? Hoe gaan we zo snel mogelijk duurzamer worden? Dan is dat vooral in het terugdringen van onze energieuitgaven. Dat is een van de vele dingen. Ja. Ja, maar je kunt natuurlijk zeggen van oké, als overheid willen we aan die klimaatakkoord voldoen. Ja. Die energierekening moet naar beneden. Ja. Dan heb je een bepaald bedrag. Dan kun je aan allerlei dingen uitgeven. Dan zou de overheid natuurlijk kunnen zeggen, nou, dan gaan we investeren in die tuinbouw, want dan gaat die energierekening heel erg naar beneden en dan halen we het wel. Ja, dus dat vind ik ook een goed idee om daar mm-hmm. een deel van te investeren. Maar daarbij komt het dat we nog heel veel andere problemen hebben in Nederland. Biodiversiteitsprobleem is daar één van. En glastuinbouw gaat dat niet direct oplossen, want glastuinbouw is niet goed voor de biodiversiteit. Het is alleen minder slecht voor de biodiversiteit dan andere landbouw. En we hebben heel veel landbouw in Nederland. Dus een van onze grootste voedselexportproducten is vlees en daarna zuivel. En die zijn beide eigenlijk desastreus op dit moment voor de biodiversiteit in Nederland. En ook door import van soja bijvoorbeeld. Koeien eten 10-20% krachtvoer. Daar wordt ook soja voor gebruikt. Zijn we ook slecht voor biodiversiteit elders. Dus als je kijkt van waar moet de overheid zijn euro's aan uitgeven om duurzamer te zijn, dan denk ik dat dat vooral daar ligt. Dus het terugdringen van veeteelt. Van vervuiling op dit moment, vervuilende landbouw. En als ze dan, als je even positief redeneert, want dat zijn natuurlijk industrieën terugbrengen die waarvan jij zegt, daar zit de afname van de biodiversiteit enorm. Ja. Wat is dan een vorm van landbouw waarvan je zegt, die zijn positief, of het minst negatief, hoe moet ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar soort van waar zou je positief in kunnen investeren? Nou, behalve kijk, het is eigenlijk heel simpel. We moeten gewoon minder pesticiden gebruiken en we moeten minder kunstmest gebruiken. En dat zijn dingen, je kunt het over futuristische landbouw hebben, maar het is eigenlijk heel simpel. Kijk, minder dan 5% van Nederlandse boeren is biologisch op dit moment. Dat kan binnen een paar jaar naar 25 al. En op termijn kunnen we dat nog veel meer maken. Dus nogmaals, het is fantastisch, hè, waar erin geïnvesteerd wordt in toekomstige mogelijkheden. Ik ben ook heel erg voorstander van onderzoek naar precisielandbouw en strokenteelt, allerlei dingen. Maar hoe we nu snel winst kunnen halen, dat staat als een paal boven water. Ja. Ja. Hoe luister je hier naar? Nou ja, als je in één kant zegt, we hebben geen PR-probleem. En ik zit met de overtuiging dat wij ook een beetje oplossingen hebben voor het klimaatprobleem. Dat we oplossingen hebben om het voedsel, om de voedselketen te verduurzamen. Ja. Niet alleen in Nederland, maar gewoon wereldwijd. Mm-hmm. Als je kijkt naar een megastad als Shanghai, die zoekende is van hoe voeden wij nou de mensen. En lokaal is een andere definitie dan hier lokaal. Maar die stad is zo groot geworden dat als je dat op de oude manier van landbouw doet, dat die verhoudingen zijn helemaal weg. Ja. En daar kijken ze naar glastuinbouw. Van, oh, hier kunnen we heel efficiënt op weinig vierkante meters, met weinig energie, kunnen wij lokale productie hebben om de stad Shanghai te voeden. En ik denk dat we terug moeten gaan in de tijd om te beseffen waarom de glastuinbouw bestaansrecht heeft. Tot op de dag van vandaag. Kijk, Amsterdam is een stad die is langzaam gegroeid. En daaromheen, de stad, was altijd gewoon je vers productie. Nou, die stad is groter geworden en dat ging weg. Nederland is een van de eerste landen, was het eerste land ter wereld waar de helft van de mensen in de stad wonen. Dus wij zijn al heel slim, we hebben heel veel ervaring met het voeden van de stad. Om wel je productie dichtbij te houden. En dat heeft uiteindelijk ook, dat het Westland zo'n mooie hub is tussen Delft, Rotterdam en Den Haag, om die steden te voeden. Ja. Alleen handel is zo bijzonder dat uiteindelijk het Westland zo efficiënt was, zo dynamisch, dat het meer produceert dan wat we in Nederland consumeren. En daarom grote exportcijfers. Want het zijn niet die exportcijfers waar ik me trots uit haal. Het is de techniek die we toepassen om samen met de natuur een mooi product te maken. Op een efficiënte manier. En Thomas, als je hier dus naar luistert en je zegt, we hebben het even niet over die export, maar we hebben het over naar een wereldwijde, gaan al om iets meer naar een wereldperspectief. Ja. Zie jij een mogelijkheid waarvan je zegt, ja, in van die verstedelijke gebieden zou dit een oplossing kunnen zijn om steden te voeden op een relatief duurzame manier? Ja. En op andere plekken gebruiken we dan meer strokenteelt of meer in open grond bijvoorbeeld aan landbouw? Nou, ja, ik kan wel in mijn eentje proberen het wereldvoedselprobleem op te lossen, maar Hij moet een beetje groot proberen te denken. Nou, dat weet ik niet. Nee. Dat weet ik niet. Ik denk dat Nederland een lange historie heeft van aan de hele wereld vertellen hoe ze het moeten doen. Ja. Ook op het gebied van landbouw. Ik zou er juist voor pleiten om daar iets terughoudender in te zijn.
En ik denk de mooiste manier om anderen te laten zien hoe je het moet doen, is door het zelf goed te doen. Mm-hmm. En ik denk dat daar de belangrijkste taak voor Nederland ligt op dit moment eigenlijk. Om te laten zien hoe wij onszelf en ons eigen land duurzaam kunnen voeden en biodivers kunnen houden of terug biodiverser kunnen krijgen. Mm-hmm. Ja, en dan misschien dat we dan een keer, als dat lukt, naar buiten kunnen kijken. Maar als ik luister naar... het gaat natuurlijk over dat het gaat over welke soort landbouw doe je op welke soort natuur of wat voor soort grond. Ja. En Stijn zegt, de hele wereld kijkt dan naar die tuinbouw in Nederland. Ja. Die is natuurlijk voor sommige gebieden geschikter dan voor andere. Dus stel dat wij het voorbeeld zouden zijn in Nederland en dat wordt gekopieerd op een gebied waar dat helemaal niet zo logisch is of niet zo efficiënt is. Ja. Zou je dan niet juist meer naar die innovatieve technieken moeten kijken dan dat je puur kijkt naar het totaalplaatje, zou ik maar zeggen? Nou ja, nogmaals, innovatieve techniek is fantastisch. En op het moment dat wij ons bulkproducten... Kijk, we gaan de wereld niet zeg maar... jullie hebben een geweldig bedrijf, maar de wereld wordt gevoed met tomaten, komkommers. Zelfs dat eigenlijk niet. 80% van wat mensen eten zijn granen. En die worden niet in kassen verbouwd. Ja. Maar wat zou het dieet moeten zijn van de mens? Als we ons dieet aanpassen, dat is ook een grote vraag. Maar nou, moeten we niet wat meer natuurlijk naar... nu als paal boven water staat, en wat David Attenborough ook zegt in zijn film, is dat we moeten minderen met vlees eten. Veel minder vlees eten. Als we dat doen, nou, dan is het voor Nederland een fluitje van een cent in principe om onszelf te voeden. Hè. Twee derde van Nederland is op dit moment landbouwgrond. En de helft van Nederland is ongeveer wordt besteed om voer te produceren voor koeien en varkens. Dus door dat te minderen ben je al een heel eind. Ja. Ja. Maar wat gaan we dan eten in plaats van? Want als dat ook op het niveau soja blijft, met het niveau vleesvervangers... Ja, nou ja, dan wordt het denk ik belangrijk om inderdaad heel concreet te worden en te kijken... niet een antwoord voor de hele wereld te geven, maar per gebied te kijken. En dan nogmaals pleit ik ervoor om naar Nederland zelf te kijken. En in Nederland, we hebben natuurlijk van oudsher, produceren we allerlei groentes die hier in Nederland heel goed groeien. En ook nogmaals, misschien is kasgroente, behoort dat ook in Nederland in voedsel van de toekomst best tot de mogelijkheden ook. Ja. Maar dan hoor ik dus eigenlijk, gaat het dan over dat je zegt, we moeten sowieso meer plantaardig eten. Ja. Maar dus ook de groentes die hier overleven in, heb je het dan over open grond of over seizoensproducten? Om een beetje zo van, zie je dan, als we even futuristisch denken, gaan we het dan hebben over dat we dus dan geen paprika's eten. Want die groeien eigenlijk niet normaal op Nederlandse bodem, zou ik maar zeggen. Nou, kijk, waar we in de toekomst op uitkomen... Dat weet ik nu eerlijk gezegd nog niet. Nee. En ik ben een voorstander van onderzoek. Ik heb bijvoorbeeld ook gelezen dat nu veel veel warmte... Dus de glastuinbouw gebruikt onder andere veel warmte... komt van plekken die warmte produceren. Dus dat zijn elektriciteitscentrales die gas omzetten in elektriciteit. Nou ja, op termijn moeten we daarvan af. Hè, want we willen geen gas meer gebruiken in Nederland. Dus dat valt al misschien af, maar er zijn andere plekken waar ook warmte wordt geproduceerd. Weet ik veel, datacenters of zo. Ik kan me best voorstellen dat daar kassen zijn. Als die warmte niet op een belangrijke plek beter kan worden gebruikt, dan is voedsel daarmee produceren natuurlijk prachtig. En er zijn ook kassen die voedsel produceren zonder warmte te gebruiken, onverwarmde kassen. En dat is misschien ook al een mogelijkheid, maar... Ja, tegelijk denk ik wel, Nederland was ooit een land van moerassen en kwelders. Mm-hmm. Daar was veel natuur. Dat hebben we eigenlijk allemaal naar de Filistijnen geholpen. En op dit moment, we zijn al eeuwenlang een landbouwland. En de biodiversiteit die wij hebben, is voor een groot deel op het platteland. Dus denk ik dat daar ook een taak voor de landbouw ligt om biodiversiteit te behouden. En glastuinbouw is daar natuurlijk niet een voorbeeld van. Die probeert door zo goed mogelijk alles af te sluiten... ook geen invloed te hebben op de biodiversiteit rondom.
Maar hij heeft ook geen positieve bijdrage natuurlijk op die manier. Nee. Ja. Nee. Hoe zit dat als jij... want je bent natuurlijk met je eigen bedrijf bezig. Maar er zit natuurlijk ook een visie achter wat jij helemaal zegt. Van bijvoorbeeld zoiets als de export. Daar zijn we niet zo trots op. Ik zit veel meer op die innovatie en op die techniek. Als jij een beetje soort kan idealiseren van waar jouw sector naartoe zou moeten volgens jou. Zeg jij dan, we zetten volop in op die techniek, maar we gaan veel minder exporteren. Want dat is goed, dat is duurzaam. Of hoe als jij een soort van duurzaam ideaal plaatje voor je sector probeert te bedenken. Hoe ziet die er dan uit? Of waar zou je naartoe willen dan? Nou, dan zie ik het niet zozeer in dat we nou een areaal zoveel moeten gaan groeien. Nee. Dat denk ik niet. Ik denk dat we heel efficiënt zijn met wat we doen. Maar dat we die kennis, en je ziet het al gebeuren hè, bij veel bedrijven, die in het buitenland ook teelten gaan opzetten. Er zijn ook bedrijven die dit in het buitenland doen, vervolgens naar Nederland brengen om het daar weer te gaan verkopen. Dat zie ik dan weer als iets tegendraads. Mm-hmm. Maar ik denk de kennis, en dat zijn ook, je hebt glas en bouw natuurlijk een hoop kleine familiebedrijven die productie doen. Maar er zitten ook gewoon een paar hele grote bedrijven die grote projecten neerzetten wereldwijd, waar je dus lokale productie hebt. Ja. En nou, als referentiepunt New York, daar wordt in Chicago daar in de buurt, er wordt 80% van de sla wordt gegeten en het komt allemaal uit Californië. Ja, dan kan je met simpele techniek die wij hier hebben, kan je een mooi stuk land, kan je helemaal vol zetten en dan heb je de beste slaaf van Chicago. Ja. Dat is niet zo moeilijk. Die techniek, die kennis is er allemaal. Ja. Ik denk dat de mensen erbij gebaat zijn om gewoon een verse bron te hebben van productie. Ja, maar jij zegt van we willen niet groeien. Maar je zegt net ook terecht van er zijn een aantal bedrijven die maken veel meer dan dat ze kunnen produceren. En dat verkopen jullie natuurlijk naar het buitenland. Maar daar zit natuurlijk, als je idealiseert en denkt van oké, stel dat we doen dat al die tuiners met bijvoorbeeld aardwarmte gaan werken en ze gebruiken dus minder brandstof. Dan is de volgende stap om te verduurzamen misschien die export terugdringen. Denk je dat dat een duurzame mogelijkheid is waarvan je zegt, ja, dat zou ik goed vinden? Of zou je zeggen, ja, dat kan eigenlijk niet, want dat overleven we niet? Ik denk dat we dat zeker overleven, maar het begint uiteindelijk met wat die eindgebruiker wil. Die consument, vaak de consument. Als daar een grotere vraag wordt voor plantaardig, ja, dan is dat een positief deel voor de sector. Want wij maken plantaardige producten van de hoogste kwaliteit. Ja. Dus ik hoop dat de consumptie omhoog gaat. Nou, we weten dat we niet genoeg consumeren in Nederland als het gaat om groenten. Ik hoop dat die consumptie omhoog gaat en dat we dan niet de hele wereld hoeven te beleveren met onze tomaten, maar dat je dat kleinschalig kan doen. Ja. Alleen, er zit die export in Nederland, en ik ga het niet verheerlijken, maar die is wel verdomd efficiënt. Dus wat wij duurzaam kunnen produceren in een regio als het Westland, kunnen wij ook efficiënt en daardoor duurzaam exporteren. Dus het is niet gek dat onze tomaten die in Parijs terechtkomen een betere carbon footprint hebben dan een lokale teler daar in de buurt. Klopt dat volgens jou? Als je kijkt gewoon naar een soort klimaatafdruk, is het dan logischer om iets van ver te halen, wat daar dan van ver duurzaam wordt geproduceerd en dat transport mee te berekenen? Of denk je dat het veel beter zou zijn om het dichtbij te produceren, maar dan iets minder duurzaam eventueel? Ik denk dat je altijd specifiek naar producten moet kijken. We zullen nooit, zolang wij onze koffie en sinaasappelsap niet opgeven, zullen we altijd producten van ver moeten halen. Ja. Als je kan kiezen, denk ik dat het altijd goed is om ook lokaal te kiezen. CO2-uitstoot is niet het enige waarop de landbouw het milieu schade toebrengt. Dus het is gevaarlijk om alleen maar in termen van CO2 te praten. Ik vraag me wel af, kijk, geothermie, dat wordt steeds meer gebruikt in kassen. En even, maar geothermie is aardwarmte. Ja, aardwarmte. Ja, okay, ja. En dit is nu geloof ik... Ik geloof dat 9% of zo van de Nederlandse glastuinbouw draait op duurzame energie. En een deel daarvan is geothermie, aardwarmte. Maar het is ook moeilijk, op dit moment wordt het al moeilijker om dat getal nog veel groter te krijgen. Want de glastuinbouw heeft ook veel CO2 nodig. Want planten die nemen dat op. Dus... Een van de redenen waarom de glastuinbouw zoveel gas gebruikt, is ook omdat ze die CO2 nodig hebben. Dus dat is een probleem waar je eigenlijk voorlopig aan vast blijft zitten in glastuinbouw. Hè. Dus op dit moment kunnen we niet, zeg maar, als we
enorm veel geothermie-installaties zouden plaatsen, volledig overschakelen daarop. Geen zins. Dus het blijft nog heel erg afhankelijk van gas en dus van veel CO2-gebruik. Ja. Maar aan je dat verhaal? Niet helemaal, want de CO2 is een element dat je kan gebruiken om het gas beter te laten groeien. Dus dat we daar dan de kraan het liefst helemaal voor openzetten. Ja, ja, maar er zijn andere manieren van denken in het telen van tomaten die dan vaak die CO2 graag willen hebben. Ja. Er zijn andere manieren om naar te kijken. Het oude denken, ja, dat onderschrijf je. Als we dat oude denken vast blijven houden, dan wordt die transitie naar duurzame productie wordt heel moeizaam. Ja. En die is ook moeizaam nu. Dus hoe kunnen we die transitie in beweging krijgen? Hoe kunnen we dat een incentive geven om daar wel mee aan de slag te gaan? Want niet elke ondernemer doet dat vanuit zijn intrinsieke motivatie van ik wil iets neerzetten voor 3 generaties na mij. Ja. Dat zie je gewoon te weinig in de sector. Ja, ja. We zitten nu helemaal midden in een discussie. Maar het is ook goed om af en toe een klein beetje afstand te nemen en even te denken van waar hebben we het nu precies over? We hebben iemand uitgenodigd, Sietse Noorder, die dat voor ons gaat doen. Dus die gaat een verhaal houden waarbij die eigenlijk een beetje van een afstand naar dit probleem kijkt. Want we gaan niet met z'n allen dit oplossen. Maar we hebben natuurlijk wel over wereldproblematiek. Dat gaat over alle grenzen heen. En waar hebben we dan precies over? Ik wil Sietse graag uitnodigen om een verhaal daarover te houden. Ja. I was in a television studio when the Apollo mission launched. It was the first time that any human had moved away far enough from the Earth to see the whole planet. And this is what they saw. What we all saw. Our planet, vulnerable and isolated. I remember very well that first shot. You saw a blue marble, a blue sphere in the blackness, and you realized that that was the Earth. And in that one shot, there was the whole of humanity with nothing else except the person that was in the spacecraft taking that picture. And that completely changed the mindset of the population, the human population of the world. Ja, mooi fragment uit de documentaire. Als deze zaal vol had gezeten, niet iedereen nu thuis als achter zijn computerschermpje had gezeten, had ik natuurlijk gevraagd, wat zien we hier? Heeft iemand een idee? Misschien weten even jullie het. Bij gebrek aan live publiek. Mollennetwerk. Schimmels. Nou, we zitten heel, heel dicht in de buurt. Kijk, zelfs met 2 mensen in de zaal komen we al een heel eind. Dit is een verlaten nest van bladsnijdersmieren. En ze hebben een afgietsel daarvan gemaakt. En wat die bladsnijdersmieren doen, ze in de wijde omgeving verzamelen zij blaadjes. En die brengen ze in hun nest. En in hun nest verbouwen ze schimmels op die versnipperde blaadjes, zeg maar. Ze hebben het zelf zo slim bekeken dat ze uit bacteriën een soort pesticiden kunnen winnen om hun kostbare schimmelkweek te beschermen. Dus ja, mieren zijn eigenlijk een soort ecosysteemingenieurs. Ze zetten het ecosysteem naar hun hand. En eigenlijk lijken wij daar wel een beetje op, wij mensen. Als bestaat onze soort nog maar kort eigenlijk. 300.000 jaar geleden ontstonden de eerste mensen in Afrika. Waarschijnlijk zelfs nog langer. En in die honderdduizenden jaren daarna hebben onze voorouders zich verspreid over het aardoppervlak. En groepen gingen naar Europa, naar Azië en natuurlijk een heleboel vermenging achteraf. Maar overal waar mensen aankwamen, zetten ze dat lokale ecosysteem naar hun hand om zichzelf te voorzien van voedsel. Ze verzamelden bepaalde vruchten in de zee of op het land. En andere lieten ze links liggen. Dus daarmee beïnvloeden wij
overal die lokale ecosystemen. Nou, vanaf zo'n 10.000 jaar geleden begon daar een revolutie. Hè? Op verschillende plekken op aarde leerden mensen om gewassen en dieren te domesticeren. En dat begin van de landbouw, dat is heel asynchroon. Hè, er zit soms een tijdgat van wel duizenden jaren tussen vanaf het moment. Hè, bijvoorbeeld de vruchtbare halve maan is natuurlijk een klassiek voorbeeld. Maar er waren nog vele andere centra van waar die landbouw zeg maar begon. En vanaf waar die zich over het aardoppervlak verspreiden. Ja, en waar zitten we dan nu? 10.000 jaar later, 21ste eeuw. Op dit moment, wij mensen, één soort, wij direct of indirect beïnvloeden wij zo'n 75% van het landoppervlak wereldwijd. En de landbouw is daarvan een groot deel, veruit het grootste deel. Zo'n 50% van het bewoonbare land op aarde. Maar we hebben het tijdens de discussie ook al een aantal keer gezien. De veeteelt daarvan is veruit het belangrijkste. Attenborough noemde is een documentaire volgens mij 50%. Er zijn cijfers van 80% van het land van het totale landbouwoppervlak. Nou, ergens erin, maar het geeft een beetje de orde van grootte weer. En daar vergeleken daarmee is de glasinbouw natuurlijk een stuk kleiner. Legt een stuk kleiner beslag op het land. Naarmate wij meer ruimte innemen om onszelf te voeden, verliezen andere soorten met wie wij de aarde delen hun leefgebied. Dat hoeft niet zo te zijn, maar in praktijk is dat wel vaak wat gebeurt. En daarom is het verlies van leefgebied, verlies van habitat ook de belangrijkste oorzaak voor de achteruitgang van de biodiversiteit op het land wereldwijd. Dus als we het hebben over de landbouw, we hebben het ook over de biodiversiteit en ook het voedselvraagstuk, dat hangt allemaal met elkaar samen. En met als resultaat dat we op dit moment de snelheid waarmee soorten van de aardbodem verdwijnen, is vele malen hoger dan de achtergrondsnelheid van wat je zou verwachten onder normale omstandigheden. Als je kijkt naar de laatste paar miljoen jaar hoe snel soorten uitstierven, dan zijn we nu verdwijnen soorten in razendsnel tempo van de aarde. Als je op het scherm kijkt, die stippellijn, dat is de verwachte achtergrondsnelheid. En over verschillende taxa, zoals bijvoorbeeld zoogdieren, vogels, zie je hetzelfde patroon. En als we zo doorgaan, dan stevenen we hard af op een zesde massa-extinctie. Nou, even om dat in herinnering te brengen. De vijfde massa-extinctie, dat is 65 miljoen jaar geleden toen de dinosauriërs uitstierven. Dus het is echt tijd om dat tijd te keren. Er staat veel op het spel. Maar die uitstervingscrisis is niet evenredig over de aarde verdeeld. Hè, net zoals het leven op aarde niet gelijk verdeeld is over de aarde, zijn plekken met een heleboel soorten. En er zijn ook plekken met heel weinig planten- en diersoorten. Maar 60% van alle uitstervingen wereldwijd, dat waren eilandsoorten. Hè, 60% van alle soorten wereldwijd op slechts 7% van het landoppervlak. Wat we zien dat de biodiversiteit onevenredig over de aarde is verdeeld. Dat geldt ook voor de invloed van de mens. Op deze kaart ziet u dat sommige plekken zijn echt donkerrood gekleurd. Dat is waar de mens het landschap heel sterk heeft getransformeerd. En andere plekken die laten wij links liggen. Nou, het valt natuurlijk meteen op. Dat zijn natuurlijk ook de plekken waar we misschien het minst uit kunnen halen of die moeilijk toegankelijk zijn. Je ziet de Sahara, grote delen van Australië, Groenland. En ook bijvoorbeeld de Amazone, die moeilijk te transformeren is. Dit is een beetje het wereldwijde plaatje. We hebben het over voedsel en we hebben het over het wereldvoedselvraagstuk. Maar het is eigenlijk niet echt een probleem van productie, maar het is ook vooral het vraagstuk van verdeling, een verdelingsvraagstuk. In de bovenste kaart ziet u het aantal mensen of het percentage mensen dat leidt aan ondervoeding. En in het onderste kaartje, het is bijna gespiegeld, zie je het aantal mensen met overgewicht. Dus dit zijn ook vraagstukken die we mee moeten nemen. Dus even terug naar die documentaire, Alive on Our Planet. Ik denk gewoon 7.8 billion lives on our planet. Dat is gewoon niet zo'n lekkere titel.
Maar hè, we moeten natuurlijk wel beseffen dat er grote verschillen zijn tussen mensen. In de mate waarin zij profiteren van het voedsel dat geproduceerd wordt. En ook in de mate waarop verschillende plekken op aarde geraakt worden door bijvoorbeeld klimaatverandering. Op dit kaartje ziet u een paar honderd van de eilanden wereldwijd. In de bovenste de verwachte temperatuursverandering in 2100 volgens IPCC scenario's. En in de onderste de verwachte verandering in neerslag. En ook hier zie je, al die eilanden die worden warmer, maar sommige eilanden die worden gemiddeld wel 5 graden warmer en andere slechts 1 graad. En ook voor de regenval geldt, sommige eilanden die worden veel natter, terwijl andere eilanden juist droger worden. En die krijgen te maken met ernstige droogtes. Dus, en dit geldt voor eilanden, maar dit geldt natuurlijk wereldwijd. Dus eigenlijk wat je zou willen doen, Alive on Our Planet, je wil eigenlijk ook recht doen aan die diversiteit, die verschillen tussen verschillende plekken op aarde. En dat is een van mijn motivaties om dit boek te schrijven, De Wereld in het Klein. Om te kijken, als je nou al die duizenden eilanden die we wereldwijd hebben, die miniatuurwerelden, met elkaar vergelijkt, wat kunnen we daarvan dan leren voor de toekomst? Dus in plaats van één one-size-fits-all oplossing te bedenken voor onze wereldwijde problemen, juist kijken van wat moeten we op lokale schaal, wat kunnen we op lokale schaal doen? Dat is natuurlijk ook een beetje wat al net in de discussie naar voren kwam. Ik ben dan misschien een beetje een eilandnerd, maar misschien dat we nog iets mee kunnen, ook wereldwijd. En bijvoorbeeld op verschillende eilanden zie je van, op sommige eilanden wordt geïnvesteerd om minder afhankelijk te worden van inputs van buitenaf. Dus op sommige eilanden wordt ingezet op zonne-energie, andere wordt wind of getijden. En op sommige eilanden juist een mix, afhankelijk van natuurlijk wat is daar lokaal mogelijk en wat is daar het meest kansrijk. En ik denk misschien, moeten we die glastuinbouw, zouden we dat ook zo kunnen zien? Op sommige plekken is dat misschien wel de oplossing. Misschien in dichtbevolkte gebieden of misschien zelfs op het water. Dat op die manier kunnen juist die innovatieve vormen van glastuinbouw bijdragen aan een oplossing van dat voedselvraagstuk. Maar het is één stukje van die oplossing. We moeten ook kijken naar andere vormen van landbouw. Hè? Bijvoorbeeld boslandbouw of misschien ook in combinatie met vernieuwende technologieën, met robotica, juist in die polycultuur, in die diverse landbouwsystemen. En het is ook al een paar keer aan bod gekomen. We kunnen het niet alleen hebben over de aanbodzijde, over de productie, maar ook juist die vraagkant is belangrijk. En ik liet dat zien, het enorme aandeel van wat de veeteelt wereldwijd gebruikt. Ja, kijk, dan kunnen we en het voedselvraagstuk. Het is niet eigenlijk bizar om te bedenken dat er mensen sterven van de honger, terwijl zo'n groot deel wordt gebruikt voor de vleesproductie. Voor het voeden van dieren die we volgens doden om op te eten. Dus zowel de aanbodzijde als de vraagzijde. Hier nog een plaatje van Mahé, de hoofdstad van de Malediven. Als u goed kijkt, ziet u een heel klein stukje groen. En dat kleine stukje groen, dat is het voetbalstadion. Dus het is meteen duidelijk, om deze samenleving te onderhouden, moeten we een heleboel van buitenaf importeren. Maar dit is natuurlijk in your face. Hè. Dat is ook wat David Attenborough zei. We zoomen uit en we zien dat bolletje onze aarde. En daarom, dat zie je natuurlijk hier ook. Duidelijk op dit eiland. Maar in zekere zin is dat natuurlijk niet heel anders dan van wat hier in steden gebeurt. Is dit een nieuwe situatie? Is het een recente verandering? Niet echt. Want ook echt al honderden, zelfs duizend jaar geleden, werden in de grote oceaan over duizenden afstanden, over afstanden van duizenden kilometers, werden handelsnetwerken onderhouden tussen verschillende eilanden. En hetzelfde zag je ook tussen de eilanden in de Middellandse Zee. En steeds ging het erom het vinden van die zoete balans tussen zelfvoorzienendheid wat betreft voedsel en afhankelijkheid van importen van buitenaf. En op het eerste gezicht zou je zeggen,
van het een maakt je kwetsbaarder en het ander maakt je veerkrachtig. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Want als je alle productie lokaal, Stijn noemde het net, de sneeuwval. Dat kan juist lokaal je raken. Dus het is niet gek om juist te zoeken naar die balans van... Oké, we hebben lokale productie, dat is misschien kwetsbaar. Als je te maken krijgt met tegenvallende oogsten, bijvoorbeeld door een tegenvallend klimaat. Maar aan de andere kant, ja, ook juist die imports van buitenaf kunnen je ook kwetsbaar maken. Als voor bijvoorbeeld economische schokken of als die aanlevering in gevaar komt. Dus ja, dat is die zoete balans. Dus ter afsluiting, ik denk, ja, misschien moeten we kijken van, ja, wat kunnen we op lokale schaal doen? Hoe kunnen we experimenteren en leren van die innovatieve vormen? En tegelijkertijd in ons achterhoofd houden van, oké, wat zijn de inputs van buitenaf die we nodig hebben om dit systeem in stand te houden? En hoe beïnvloedt die productie lokaal hier ook mensen aan de andere kant van de wereld en ook andere levende wezens elders? Nou, dat is even mijn korte intermezzo. Ik heb erg genoten van de discussie, dus ga vooral verder. Dankjewel. Ja, prachtig, zeg je Thomas. Ja, is toch een mooi verhaal? Hoor. Ja, zeker. Ja. En wat wordt uit het verhaal, zeg je, ja, dat moeten we nog meenemen in het gesprek hier? Als we het hebben over het voeden van de wereld, dan vond ik het wel een hele goede opmerking... Dat het voedselprobleem eigenlijk in grote mate een verdelingsprobleem is. Mm-hmm. En zo zouden we in Nederland heel makkelijk kunnen bijdragen ook aan vermindering van het voedselprobleem. Niet per se door voedsel te produceren, maar om andere mensen de kans te geven om hun eigen voedsel te produceren in plaats van het onze. Het hoeft niet per se slecht te zijn als mensen ons voedsel produceren, maar... op dit moment leven er heel veel mensen in armoede om ons voedsel te verbouwen. En hebben vervolgens zelf een probleem. Dus dat kan anders. Ja. Hoe luister jij naar het verhaal van Sietse? Ja, ik vind het heel interessant. En ik denk, wat Thomas net ook zei, dat we Nederlanders hebben een reputatie om andere mensen te vertellen hoe het zou moeten zijn. Die raakt me wel enigszins, want ik denk dat je daar ook wel een punt hebt. Het is niet one size fits all. Het is niet dat de Nederlandse kars nou de oplossingen gaan zijn voor overal op de wereld. Het is zo goed gegaan. Het is zo goed gegaan in Nederland omdat het een goed klimaat is. Het past daarbij. Maar we kijken ook verder. Hoe kunnen we dan wel onze techniek aanpassen in een ander jasje? Nou, dat zie je in de vormen van vertical farming. Zie je op andere manieren. Dat krijgt heel veel aandacht. En dan slaan we ook wel eens in door. Alsof vertical farming nou de oplossing is voor het voedselprobleem. En daar mist die nuance echt wel. Ja. En dat is het mooie uit dit gesprek, denk ik. En ik denk als je wereldwijd kijkt, dat er prachtige oplossingen zijn. Ik ben zelf zot op de Chinese kas, die veel meer gebruik maakt van de warmte die in de grond opgeslagen kan worden om de nacht door te gaan. Nou, die zijn eigenlijk low-tech, maar ja, dat zijn omdat die betaalbaar is, wordt die in zo grote schaal wordt die gebruikt. En... Nou, dus een Nederlandse Wageningen die daar een paar aanpassingen heeft gemaakt. En die aanpassing helpt die mensen om opbrengsten te vergroten, om het nog beter te gaan doen. En dat vind ik een hele interessante. Ook de zaadveredeling die daarbij een rol kan spelen. Ik geloof heilig in de impact die wij kunnen maken als Nederlandse sector. Ja, en ik ben benieuwd als het gaat over die kastechnieken naar het buitenland verkopen. En dan is natuurlijk, zeg je, ja, er zijn grote steden die zeggen, hoe kunnen we zoveel mogelijk... voedsel produceren voor een grote bevolking. Is er dan ook interesse in de duurzaamheid daarvan? Of hoe je omgaat met biodiversiteit? Of gaat het vooral over hoe voeden we zoveel mogelijk mensen? Ja, dat wisselt ook. Ik ken het scenario van een paar steden. Steden die het formaat hebben van een klein land. Daar gaat het wel in. Ook de politieke discussie. Zelfvoorzienend zijn, zelfredzaam zijn. Niet afhankelijk zijn van import of export. Dus ja, het is raar, maar politiek is ook verbonden in de voedseldiscussie. Ja. En ik denk dat, nou, ook als je gaat naar een paar eeuwen terug, dan moet een stad ook zelfvoorzienend zijn. Je moet ook zelfredzaam zijn. Dus lokaal heeft wel een soort bestaansrecht. Ja. Alleen, ja, waar leg je de grens? Wat is lokaal? We hebben techniek die we toen de tijd niet hadden.
Dus wat is lokaal en waar trekken we de grens? Ja, en als we het gaat nu ook de hele tijd over de soorten rijkdom en de biodiversiteit. En in die documentaire van Attenborough gaat het natuurlijk over dat hij zegt, ja, als we dan die een klein beetje grond heel intensief gebruiken en heel efficiënt, dan hebben we heel veel gebied over waar veel meer ruimte is om die biodiversiteit te laten welen of tieren. Ik kan even niet juist het woord vinden. Denk je, als je dat dan hoort, denk je, ja, dat, daar sluit ik me aan bij die visie. Zo kijk ik ernaar. Deels. Maar wat men ook nog wel eens vergeet is dat de producten die in die kas groeien, die zaden komen ook ergens vandaan. Dus voor de oppervlakte die in de kas staat, zeker als het gaat bij ons, waar wij ongelooflijk veel zaden per vierkante meter gebruiken, daar staat ook een volle grondteelt in zaadproductie tegenover. Een tienvoudige, nog meer, dan wat er in die kas gedaan wordt. En hetzelfde gaat voor tomaten. Productie van tomatengewassen, de zaden daarvan, ook echt wel precisielandbouw. Ook daar zit je wel in de volle grond. En ook daar zijn ze gebaat bij biologische praktijken. En daar zit ook alweer een kleine uitdaging, dat biologisch keurmerk op groente betekent dat het gewas in de volle grond geteeld moet worden. Nou, in de tomaat, zoals die nu in de kas gaat, zit die niet in de volle grond. Dus ook al is het zaadje biologisch, heeft het niet in de volle grond gestaan, dus is het niet biologisch. Kan je het ook niet voor die manier verwaarden. Maar wat is dan de motivatie voor die zaadveredelaar om die zaadproductie biologisch te gaan doen? Ja. Dat doe je omdat je je land meerdere jaren wil gebruiken. Dus het heeft veel meer de ondernemer die daar ligt, die daar de zaadproductie doet, die is erbij gebaat. Ja. Maar ik kan het niet doorvertalen naar de eindgebruiker. En dat zijn een paar van die uitdagingen die ik wel zie. Want ik ben biologisch, ik vind biologisch een mooie ontwikkeling. Er zit ook zeker ook wel wat nuances in. Maar biologisch in de kas is gebeurt bijna niet. Nee. Omdat het ook die biodiversiteit in de volle grond, dat gaat helemaal geen effect. Je hebt geen kruimel grond bij ons in de kas. Ja, ja. Maar er zat wel een zaadproductie tegenover van een paar honderd hectare. Ja. Hoe luister jij ernaar? En als je puur inzet op zo'n manier voedsel produceren, dat we vooral die biodiversiteit en die soortenrijkdom behouden. Ja. Wat denk jij dan dat daar de beste richting op is? Ja, ik denk dat we het in vele richtingen moeten zoeken. Ik denk dat een veelheid aan manieren om aan ons voedsel te komen altijd waarschijnlijk goed is. Ja. Ik zat nog te denken aan het verhaal van Stijn, dat het dus meer land kost dan alleen de kas zelf. Ja. Dat heeft natuurlijk ook is met energie hetzelfde. Op dit moment kost dat weinig ruimte, omdat we fossiele energie gebruiken. Maar het wordt echt een gigantische opgave om Nederland compleet hernieuwbaar te krijgen. Bijna onmogelijk zelfs als je dat met windmolens en zonnepanelen wil doen. Zullen we de hele Noordzee vol moeten zetten met windmolens? Ja, dan krijg je een beetje misschien het beeld wat Attenborough in die documentaire ook schetst. Dat je een Sahara ziet vol met windmolens. Ja, ja. Ja, een soort walvissen die soort van slalommen tussen de windmolens op zee. Ja, dat is zo'n wereld waar je dan naartoe zou moeten. Dus, en dat is niet de wereld waar jij naartoe wil? Nee, man. Nee, absoluut niet. Nee. Dus ik denk dat het voor de toekomst ontzettend belangrijk wordt dat we een soort centraal orgaan of dat we een manier vinden om prioriteiten te stellen in hoe we onze energie gebruiken. Ik denk dat dat heel belangrijk gaat zijn. En ook in de landbouw, dat we energie gebruiken waar we die nodig hebben. En dat we als we extra energie hebben, gebruiken waar dat kan. Maar het daarop baseren. Ja. En wat voor soort orgaan zie je dan voor je? Of als ik dat probeer te verduidelijken? Dat weet ik ook niet. Maar kijk, op dit moment worden de windmolenparken bijvoorbeeld, die worden gewoon geëxploiteerd door commerciële bedrijven. En die doen met de energie wat zij willen. Het is gewoon een vrije markt. Dus als zij zeggen, we gebruiken dat om het om te zetten in waterstof, zodat we daar vliegtuigen mee kunnen laten vliegen, dan mogen ze dat doen. En dat lijkt me belangrijk. In de toekomst willen we ook nog vliegen en moeten we misschien ook vliegen. Maar lijkt me belangrijk om daar prioriteiten te stellen. Van, willen we onze energie gebruiken om allemaal rond te kunnen vliegen? Of willen we gebruiken om nog waterkers te kunnen eten? De overheid zal daar een rol in moeten spelen. Ik kan zo snel niet een systeem verzinnen waarop ze dat zouden moeten doen. Maar die zouden daar wel de macht moeten grijpen. Ja.
ja, als we nu dan toch een beetje over die overheid hebben en die sturende rol. Eerst nog even, wil ik even iets terug, een tijdje terug in het gesprek naar jou, Stijn. Jij zei na een tijdje van, het ligt er ook aan wat de consument wil. Jullie zijn natuurlijk een sector met een wereldwijde invloed. Kan je je ook voorstellen dat jullie meer een sturende rol hebben? Dat jullie zeggen, nou, wij zijn een bedrijf dat veel invloed heeft. Dat wij zeggen van, wij gaan veel meer sturen op wat wij aanbieden, in plaats van dat je dat bij de consument legt. Want als ik naar Stijn luister, gaat het ook heel erg over dat we ons dieet moeten aanpassen. Als je een beetje naar de mens kijkt, denk ik dat wij vrij lui zijn. Dat wij gaan naar de supermarkt, daar ligt wat, ja, we kunnen krijgen. En dan pakken we wat volgens mij het middelste schap is en makkelijk, makkelijk koopbaar, zou ik maar zeggen. Kun je ook voorstellen dat je zegt, nou, misschien moeten wij daar meer een voortrekrol in nemen, in plaats van dat we dat puur leggen bij wat de consument wil? Nou, zeker. Ik zie dat ook als mijn missie en de missie van Koppenkres is, let's change the way we look at food. We moeten anders gaan kijken naar eten, in de productie van eten, maar ook met de impact die we maken met ons eten. Ons dieet, iedereen zegt het, ons dieet is zo bepalend voor de gevolgen van de aarde. Ja. Het zit zo gekoppeld. Nou, er zijn sommige mensen het misschien nog niet mee eens, maar ik ben er wel van overtuigd dat er straks een punt komt dat iedereen dat weet. Je ziet het niet terug in de cijfers. Je ziet het, de vleesconsumptie, ik zit er niet bovenop, maar ik zie niet het effect wat ik mensen om me heen, noem een Amsterdam, iedereen is vegan of flexitariër, maar je ziet het niet terug. En dat vind ik echt heel frustrerend. Maar er zit ook een stukje optimisme, want wij leveren aan de topgastronomie. Ja. De Nederlandse topgastronomie en verder. En daar zie ik wel verandering. Ik zie dat daar een betere waardering komt voor plant. En wij als bedrijf, waar we de meest gekke dingen maken, we gaan verder dan die crèches. We hebben een plant dat smaakt naar oester, een plant dat smaakt naar elektriciteit, een plant, een blad dat smaakt... Elektriciteit? Ja. Hoe proef dat? Ja, dat zal ik volgende keer meenemen. Een plant dat smaakt naar camembert. Weet je, de wereld van planten, over biodiversiteit gesproken, de wereld van planten is zo rijk en zo rete gaaf. Alleen dat uitleggen aan een consument via een retailkanaal, vergeet het maar. Dat is echt nogal een klus. Ja. Alleen een chef heeft een cruciale rol. Want een chef die maakt ingrediënten en die maakt er een plaatje van, een verhaal van, dat je wil eten. En ik noem 10 chefs in Amsterdam, die overtuigen elke Nederlander over hoe gaaf het is om plantaardig te eten. Wij houden ons vast aan dat wij dat stukje vlees moeten of onzin. Ja. Dus ook voor een chef de uitdaging om met vlees te koken. Er is geen hol aan. Ja, dus jij denkt dat een beetje, in die zin zie jij in die gastronomie wel ook een soort koploperfunctie. En ben je in die zin absoluut optimistisch dat langzamerhand is waar we. En waar ik hoop dat zij inspireren. Ja. Dat de mensen die daar uit eten gaan, uiteindelijk ook kunnen zien. Ook, dat is ook bijzonder, kan ik thuis gaan doen. Daar moeten we constant mee bezig zijn. En er zijn een paar initiatieven waar we koken op tv en het is leuk. Maar er zijn landen waar eten elke dag, elk dagdeel, een onderwerp van discussie is. Ja. Wat heb je gisteren gegeten? Ga je vandaag eten? Wat wil je morgen eten? Dat eten is gewoon zo cruciaal onderwerp. En dat wordt niet, ja, het is ook een romantisch onderwerp. Het is iets leuks, het is om eruit te kijken. En dat is, ik weet niet of het nou die Hollandse mentaliteit is. Maar er zijn zulke mooie dingen in voeding. Ja. En ik denk als we mensen enthousiast kunnen krijgen over plantaardig eten. En nou, daar heeft de tuinbouw een rol in. Mooie producten aanbieden. Smaak. Ik kan me ook voorstellen dat mensen afknappen op tomaten. Want er worden af en toe tomaten. Daar kijk ik dan weer naar. Tomaten in het filmpje van David Attenborough. Ja, daar worden groen geplukt. Dat zijn tomaten voor die export. Ja. Er zit geen passie in. Ja. Maar een goede tomaat, ja, dat kan mijn dag maken. Ja. Ja, en als we nog even over die rol van die overheid hebben. Want laten we even doen alsof de politiek hier naar luistert. Wat zouden ze naar dit gesprek mee moeten nemen waarvan je denkt, ja, als ze dat nou zouden doen, dan zouden we een eerste grote stap kunnen zetten in die wereld waar we naartoe willen. Naar die voedseltransitie die we gaan moeten maken. Wat zou dan het belangrijkste zijn wat Mark Rutte of degene die hierna de regering gaat doen, moet meenemen? Dat heb ik denk ik al gezegd. En dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Dat we op dit moment beter gaan zorgen voor ons eigen land. Dus dat is moet ik dan denken aan strengere eisen voor de industrie of hogere boetes? Kijk, nu kunnen boeren zelf kiezen of ze biologisch zijn of niet. Maar je kunt het ze ook verplichten. En daarbij kun je ze natuurlijk ook helpen, hè, om dat te bereiken. Het mogelijk maken om dat te bereiken. Ja. En dat hoeft volgens mij helemaal niet ingewikkeld te zijn. Op dit moment gaat er al... En dat is trouwens iets wat niet onze eigen overheid alleen moet doen, maar ook Europa als geheel. Ja.
40% bijna van het EU-budget, het totale EU-budget, gaat naar landbouw. Dus al sinds de Tweede Wereldoorlog bepaalt de Europese Unie wat wij doen met onze grond. En dus die kan ook bepalen dat we dat beter gaan doen. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Ja. En waar zit dat voor jou? Want jij zegt natuurlijk van, wij zijn al heel goed op weg aan het gaan naar die duurzame kas. De kleinere bedrijven is het een enorme investering, denk ik, om dat zo te doen. Ja. Voor kleinere bedrijven. Wat kan de overheid doen om jullie sector zo goed mogelijk naar die duurzaamheid te krijgen, naar die topfunctie? Nou ja, glastuinbouw valt ook onder landbouw. Ja. En dus je zegt, joh, er is geen PR-probleem, want voor de glastuinbouw staan we er goed op. En die landbouwjongens, die moeten zich druk maken. Ja, we moeten aandacht besteden aan de partij waar je de meeste impact hebt, waar het beter moet, waar het beter kan. Maar hoe stimuleer je nu de partijen die het goed doen om het nog beter te kunnen doen? Want ik geloof dat daar een spin-off effect is dat veel groter is. Als die techniek bestaansrecht krijgt, dus wat wij doen bij ons in de kas, waar in deze kas wordt geen fossiele brandstof gebruikt, het kan. Laten we dat dan gaan belonen. Ja. En laten we het voor... Weet je, wij hebben grote investeringen gemaakt hierin. Prima, dat hebben wij gedaan. Maar hoe wordt het nou voor nummer 2, nummer 3, nummer 4, die het overigens zijn, maar hoe wordt het nou voor nummer 20, 30, 40 nog interessanter om dat te doen? Ja. Er moet een incentive zijn om voor ondernemer om te bewegen. Ja, ja. En als ik jou hoor, dan lijkt het ook bijna alsof je denkt, ik wil een aparte tak, ik wil niet onder die landbouw vallen. Ik wil gewoon een aparte... Ja, dan schop ik misschien tegen het verkeerde been aan. Ja. Maar wij zitten in een andere wedstrijd, op een ander niveau, met andere techniek. Wat beter georganiseerd, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik wil een beetje naar de afronding. Want het is een heel groot probleem. Dus we gaan kunnen hier nog eindeloos over doorpraten. Maar ik denk dat we de meeste punten behandeld hebben. Stijn, wat neem jij nou... Jij gaat weer terug naar je sector. Wat neem je van dit gesprek mee waarvan je denkt... Ja, dat is iets nieuws waarvan ik denk... Dat kan ik meenemen, dat kan ik mee naar mijn sector nemen, naar mijn bedrijf nemen. Ik denk dat het belangrijk is om inderdaad, als je zo'n filmpje ziet, dat we dan heel trots zijn dat we onszelf op de borst kloppen. Dat we ons dan ook zeker op ons achterhoofd mogen krabben en daarvoor dank voor de kritische noot. Maar dat we trots moeten zijn op de juiste dingen. Ja. Waar hebben we nou echt succes behaald? En nogmaals, dat zit er voor mij niet dat Nederland de tweede grootste export is van de wereld. Nee, dat zit er voor mij in techniek, in innovativiteit. Ja. Daar de stappen die we gemaakt hebben. Ja. Dat is eentje die we trots zijn. En dat is ook eentje die je kan multiplyen, die kan je vermenigvuldigen. Ja. Dat moet gaan groeien. Dus eigenlijk als Attenborough zijn einde zou herschrijven, dan zou het stukje over die export eruit mogen. Ja. 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 En voor jou, Thomas? Sorry voor mij. Nou, als je naar dit gesprek luistert en je denkt, ja, wat neem ik nou hiervan mee? Want jij schrijft hier dagelijks over. En ik bedoel, het is niet alsof je hier nou meteen over dit gesprek natuurlijk iets gaat opschrijven. Maar wat neem jij mee in jouw beeld van hoe ik naar die voedseltransitie ga kijken? Nou, het is mooi te zien om hoe Stijn hiermee bezig is. Ik zou eigenlijk wel eens langs willen komen bij zijn bedrijf. Om daar wat meer van te zien. Dus dat is wat ik denk na dit gesprek. Ja. Ja. Fijn. Ja. Nou, die uitnodiging is er sowieso. En weet je, Koppertkres, ja, het is ons familiebedrijf, ik ben apetrots, maar er zijn nog meer bedrijven. We zijn echt niet de enige die daar in voorlopen. En een dagje door het Westland. En ik denk echt wel dat je nieuwe dingen gaat zien. Nou, dan ga ik daarmee eindigen. Dank dat jullie dit wilden doen. Dank voor het kijken. En kijk voor de andere programmering op onze website www.debali.nl. Dankjewel.